Het is vandaag zaterdag, vlogmusdag nummer 4 alweer. Het is vandaag 2 december. En gisteravond waren we uit eten geweest, toen ben ik daarna bij Stan blijven slapen. Maar hij moet op zaterdagochtend altijd heel vroeg werken, dus de werker gaat er altijd 6:30. Dus toen ben ik naar huis gereden, toen ben ik thuis in bed, ben ik mijn vlogmus die vandaag online moet komen gaan bewerken. Dus die is nu aan het opslaan. En ondertussen is het licht buiten. Ik was vanmorgen zo bang op de scooter, want dat vannacht gevroren. Dus ik was echt bang dat ik ging vallen, maar het is helemaal goed gegaan. Vandaag heb ik de verjaardag van Rosa, wel pas vanavond, want het is een dinertje in ons pyjama. Dus dat ga ik vanavond doen. Ik moet vandaag overdag eigenlijk even naar de stad, want er ligt een pakketje van mij klaar bij de Zara. En ik wil even een kaart halen voor Roos en ook alvast wat kerstinpakpapier en zo. Dus op zich wel een chill dagje vandaag. En ik moet nog even een pakketje ophalen, want die is voor mij ergens afgeleverd. En in de vlogmus van gisteren wil ik nog heel graag een stukje opnemen met mijn Black Friday aankopen. Dus dat ga ik even ophalen. Dan kan ik dat ook daarin meenemen. Want dat is van Gymshark. Dat heb ik met Black Friday besteld. Is goed. Het is nu 9:15. Ik denk ook zo meteen even lekker uit bed ga. Even de dag gaan starten. Dus even douchen. Ik heb mijn make-up er gisteravond ook niet afgehaald. Dus dat zit er nog een beetje op. Ik ben weer terug uit de stad. En ik had even die pakketjes opgehaald. En ik moest even voor Rosa haar verjaardag een kaart halen. Want we hebben dus met z'n allen uksloffen of uks gekocht. Dus wel leuk om er even een kaartje bij te doen. En ik had in mijn eerste vlogmusvideo een roze trui laten zien. En ik heb hem nu ook in het grijs gehaald. Want de Primark, echt heel lekker truitje. Maar M was de grootste maat die ze hebben. Maar ik dacht, dat vind ik ook wel leuk. Iets minder groot. Want die roze is dus een XL. En ik had dus daar van de week ook sokken gehaald. Dat ik altijd koude voeten heb. Dus ik dacht, ik neem nog even een extra paardje mee. Een grijze en een blauwe. En deze sokken, die liggen me dus heel erg leuk om met UX te dragen. Dit zo. Ik dacht, dit is wel leuk om in UX te dragen. En ik heb dus even een broodje gehaald bij Dungeman, want toen ik bij Alex werkte, toen gingen Chauvel en ik daar heel vaak 's middags een broodje halen om te eten. En dat was zo lekker. Een broodje eiersalade. Dus ga ik even opeten en even Good Luck Guys kijken. En dan ga ik daarna eventjes mijn Black Friday aankopen laten zien voor de vlog van gisteren. En ik ga al iets eerder volgens mij naar Rosa toe om haar te helpen. Het is nu 12:00, dus ik heb nog wel eventjes, want volgens mij vroeg ze rond een uurtje of 5:00 dus. Oké, ik ben eventjes lekker naar de zonnebank geweest. Dat was echt even nodig. En ik heb net eventjes al mijn Black Friday aankopen laten zien. Het is echt heel erg veel. Hier ligt van alles. Hier ligt van alles. Dan heb ik hier nog een hele stapel. Dus dat ga ik nu eventjes opruimen. Het is nu 2:30. En ik pak rond 4:45 de trein naar Rosa. Want dan ga ik eventjes iets eerder daarheen. Dan kan ik haar helpen met alles klaarzetten. Dus dat is heel erg gezellig. Maar ik ga eerst eventjes deze rotzooi opruimen. Ondanks ik vandaag niet heel veel te doen had, heb ik toch opeens een beetje haast. Het is nu namelijk 3:30. En om 4:05 moet ik hier weg. Want dan moet ik naar de tram lopen. Want ik ga met de tram naar Den Haag Centraal. En dan pak ik de trein naar Leiden. Want mijn vader komt me vanavond ophalen. Super lief. Maar het is een beetje handig als mijn scooter op Den Haag Centraal staat. Dus ik ga daar met de tram naartoe. Even een beetje verkeerde inschatting gemaakt met de tijd. Maar op zich ben ik met mijn make-up denk ik wel zo klaar. Ik ga misschien een hele gekke look maken of zo. Dus ja, ik moet alleen eventjes mijn haar doen. Maar ik neem mijn outfit, mijn pyjama neem ik mee. Anders moet ik met mijn pyjama in de trein zitten. Vind ik niet heel chill op zich. Dus die neem ik gewoon eventjes mee. Dus ik heb eventjes die nieuwe trui aangetrokken die ik net bij de Primark heb gekocht. Heel erg lekker. Dus dat. Ja, ik ga eventjes snel mijn make-up doen. Ik heb me helemaal klaargemaakt. Make-up gedaan. Haar gesteld. Maar ik neem mijn pyjama dus eventjes mee. Maar ik kan wel even laten zien. Ik heb deze sloffen doe ik lekker aan van de Primark. En dan heb ik deze pyjama van Le Olle. Oh, is het iets beter? Deze. Met mijn initialen erop. En dan hoort er ook nog een satijnen broek bij met van die veren. Maar die ga ik dus nog niet aantrekken. Want anders word ik vierkant uitgelachen, denk ik, in die
tram en trein. Even een broek aantrekken, want die heb ik nog niet aan. Even wat olie in mijn haar. En dan ga ik denk ik zo meteen maar gewoon alvast naar de tram lopen. Ik moet ook nog even karton buiten gooien, dus dan kan ik dat even doen. Even een beetje olie in mijn haar. Weer die van Dijoux. Het is een beetje droog. Maar ze zit nu echt nog heel plat op mijn hoofd. Maar zo meteen gaat dat vanzelf alweer een beetje omhoog staan. Ik twijfel of ik oorbellen in zal doen. Maar het is natuurlijk gewoon een chill party. Dus ik denk dat ik het wel lekker prima vind zo allemaal. Ik wil nog even lipbalsem opdoen. Want ik heb zulke droge lippen met dit weer. Dat is niet normaal. En mijn lievelingslippenbalsem heeft dus ook minis van Laneige. Deze ruikt dus naar vanille. Hoe lekker, die gaat ook even mee. En dan mijn camera, die ga ik ook in mijn tas doen. En dan ga ik onderweg. Oh wacht, ik ga denk ik deze jas aantrekken. Die hebben jullie in de vlogmas van gisteren kunnen zien. Van de Zara Black Friday. Helemaal leuk. En aangezien ik nu toch niet met de scooter of zo goed kan, dit wel. Helemaal leuk. Oké, ik ga mijn spullen pakken en dan ga ik er vandoor. Ik ben bij Roos aangekomen en we gaan even de tafel dekken. Nou jongens, de borden, servetten, de roos en de kaarsen staan. Hier hebben we de naambordjes. Ja, aan het hoofd. Ja? Ja, want je hebt hier 4, hier 4. Ja. Zijn we met 9. Hier 4, je bent nergens heet het opeens vies. Ik ben weer lekker thuis. Het is ondertussen 12:30 ongeveer. Mijn vader was super lief en die wilde me komen halen bij Roos. Dat ik niet terug hoefde met de trein. Ik fluister een beetje, want ik dacht maar ligt al in bed. Eigenlijk niks gefilmd van toen we aan het eten waren. We waren ook met een paar meiden die ik niet heel goed kende. Maar we hebben lekker pizzaatje gegeten, lekker geborreld, spelletje gedaan. We hadden Roos een cadeautje gegeven, was ook echt heel erg blij mee. Dus dat is ook leuk. Ja, maar ik was zo, zo moe. Vanmorgen ging de wekker om 6:30. Dus ik zat net echt in te storten gewoon, maar iedereen ging een beetje naar huis. Dus ik was ook blij dat mijn vader me lekker kwam halen. Ik ga nu eventjes in bed de vlogmas van morgen bewerken, zodat die kan uploaden. De vlogmas van gisteren die morgen online komt. En Stan is op een feestje. Maar meestal slapen we in het weekend wel samen. Dus even kijken of dat die hierheen komt. Zodat ik straks nog daarheen ga. En even kijken hoe laat het überhaupt wordt. Want het hoeft voor mij geen 5:30 te worden. Maar volgens mij is het ook best wel glad buiten. Dus ik weet überhaupt niet of ik dat met de scooter durf. Veel misschien als hij niet hierheen kan komen, ook een taxi pakken naar hem. Is dat heel raar? Ik heb gewoon zin om samen te slapen. Maar goed, ik ga voor nu even de vlog bewerken. En ik denk dat ik bij deze gelijk deze vlog misschien ga afsluiten. Ik twijfel of die lang is geworden. Ik denk dat het best wel meevalt. Maar goed, heel misschien als die echt heel erg kort is geworden, dat ik vandaag en morgen, dus zaterdag en zondag bij elkaar doe. Maar dat moet ik nog eventjes kijken. Zo niet, bedankt voor het kijken naar deze vlogmas. Ik hoop dat jullie hem toch leuk vonden. En zowel, tot morgen. Ik heb zo'n heel klein vermoeden dat ik vandaag echt geen reet ga doen. Dus ik doe de vlog van gisteren en vandaag eventjes bij elkaar. Misschien dat ik dat sowieso wel in het weekend ga doen. Want op zaterdag doe ik vaak op zich wel leuke dingen. En op zondag is echt zo'n lekkere chilldag dat ik gewoon lekker serietjes aan het kijken ben vaak. Dus vandaar. Maar er was dus een pakketje bezorgd bij de buren voor mij. Van Kleding Blow. Maar ik heb echt geen idee wat erin kan zitten. Ik heb vroeger wel vaker met hem samengewerkt. Ik denk dat ze misschien iets van een nieuw product of zo hebben. Oh, ze hebben nu een lip oil. Kijk. Heel erg leuk. Ik heb net even lekker boodschappen gedaan, want ik had zoveel trek en we hadden echt niks in huis. Ik heb even lekker een croissantje gehaald, even melk om een koffietje mee te maken. Dit is hem. Lekker!
heel blij mee. Ook echt leuke verpakking hebben ze bedacht en gemaakt. Ik ga even lekker mijn croissantje eten. In bed denk ik. Ik denk dat ik lekker een serietje ga kijken. Ik weet nog even niet welke. Als jullie nog leuke suggesties hebben voor leuke series, laat het even weten. Ik hou vooral van Nederlandse series. Vind ik echt heel erg leuk. Ik zie er ook echt niet uit. Maar ik ga lekker geen make-up op doen vandaag. Ik vind het wel even prima. Echt zo erg, maar het is gewoon alweer eind van de dag. Ik heb vandaag echt de hele dag niks gefilmd. Maar ik ben op zich ook niet echt van deze plek vandaag afgekomen. Ik heb wel eventjes gedoucht, lekker een maskertje opgedaan. Maar verder eigenlijk gewoon heel de tijd in bed filmpjes en serietjes gekeken. Dus daarom zei ik ook, ik denk dat ik de zaterdag en zondag vlogs gewoon bij elkaar ga doen. Want op zondag doe ik echt nooit iets. Dus van zaterdag en zondag wordt het gewoon een soort weekend vlogmasje. Dus ik hoop dat jullie dat oké vinden. Morgen ga ik dus Dagmar helpen met haar kamer verven. Die meid die zag mijn kamer van de week. En die dacht, ik wil ook weer alles licht. Ik heb natuurlijk alles echt heel erg licht in mijn kamer. En zij heeft zwarte kasten en een zwart muurtje met beige. Dus zij wil ook weer alles licht. Dus morgen gaan we lekker helemaal haar kamer verven en aanpakken. Dus daar heb ik heel erg veel zin in. Dus morgen ook weer helemaal een leuk dagje, leuk vlogmas. Door de week doe ik gewoon net even iets meer dan op een uitrust chill zondag. En het is ook glad buiten en het zou gaan sneeuwen vandaag. Dus dan blijf ik altijd gewoon liever lekker binnen in plaats van met de scooter overal naartoe. Ik zit dus wel echt oprecht te kijken voor een auto. De mensen die mij kennen of mij langer volgen. Ik heb mijn autorijbewijs echt al best wel lang. Sinds dat ik 19 ben. Ik word in februari 24. Maar ik vind autorijden gewoon best wel spannend. Vooral de snelweg. En daarom doe ik het eigenlijk nooit. En ik woon natuurlijk echt midden in de stad. Dus met een scooter is ook gewoon overal veel makkelijker. Want wat het betaal parkeren, druk, file. Alles hier in de stad is gewoon druk. We hebben hier, als we een auto willen, moeten we een parkeervergunning hebben. Dus eigenlijk was die scooter altijd super makkelijk. Ik werkte in de stad, dus ik ging met de scooter naar de stad. Ik zat op school in de stad, dus ik ging met de scooter naar school. Ik doe eigenlijk altijd alles met de scooter. Alleen de laatste tijd merk ik gewoon echt af en toe dat ik denk, oh, had ik nou maar een auto gehad. Net zoals gisteravond was echt zo'n dag dat ik dacht, had ik nou maar een auto. Donderdag toen ik met Roos en Katwijk ging eten, dacht ik, had ik nou maar een auto. Dus zulke momentjes heb ik gewoon steeds vaker. Dus ik ben nu gewoon aan het kijken voor een auto. En ik zeg niet dat ik hem volgende week al ga kopen. Maar ja, ik heb ook echt een heel chatgesprek met mijn vader vandaag. Over allemaal auto's die we naar elkaar aan het sturen zijn. Of dat misschien iets is. Dus ik denk dat ik binnenkort eventjes met mijn vader gewoon ga kijken bij een autodealer. Het hoeft voor mij echt geen hele grote auto zijn. Ik wil gewoon juist lekker een kleintje. Omdat ik autorijden nog best wel spannend vind. Dus dan is een kleintje gewoon chill. Hij hoeft voor mij ook echt niet uit 2021 te komen. Als hij uit 2015 komt, vind ik het ook helemaal dik prima. Maar goed, ik heb er allemaal niet zo heel veel verstand van. Dus vandaar dat ik mijn vader een beetje om hulp heb gevraagd erbij. Maar goed, ik weet niet hoe ik op dit onderwerp kwam. Maar goed, ik ga bij deze vlogmas afsluiten. Ik hoop dat jullie hem toch een beetje leuk vonden. En dat het oké is dat ik de zaterdag en zondag vanaf nu samenvoeg. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe vlogmas.